Hey mensen, welkom terug. Sorry voor de cliffhanger vorige keer, maar we gaan gelukkig snel verder. Let's go. Dus voor degene die het niet door heeft, even snel snel tussendoor. We zijn in de kamer gekomen en daar lag bloed. En we hebben de beast in elkaar geslagen. On shift? Ja, ze werkt hier. What? I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. So that's... Do you remember who rented this room? Ja, we willen weten wie deze... I don't think anyone did. Not last night. Maybe they have it long term. I don't know. Dit is wel sick hoor, met die bloemetjes en zo. Holy fuck. Ik denk trouwens dat je, als je de bloemetje zeg maar, kan connecten aan een bepaald fabeltje, denk ik. Is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door and keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? This is a crime scene. Crime scene investigation. I'll explain later, okay? Rustig aan, beest. Hij ziet er echt fucked up uit. Maar hij is nog steeds boos. Bij ons is het gewoon weer weg. En bij hem is het nog steeds. What kind of a person could do something like this? Oh, bloedsporen. That's exactly what I'm about to try to find out. Het is tijd om de onderzoek te beginnen. Kijk, hij staat op 12 uur. Hij is gereset. Do all the rooms have these same clocks with the built-in cassette player? I think so, yes. Ik weet niet wat... I can't believe this. Zijn hier Lily's hetzelfde? Ja, sowieso wel. Ja. Where did you get that? Lily had it in her. Van een sick dude die prostituten neukt en dan vervolgens doodmaakt. Storybook. Oh, hij is echt op zoek naar What bepaalde shit. It's a book about Snow White. Or about the Mundy version of her story, anyway. De Mundy version, wat is dat ook weer? Dat, voor mij is dat. Voor mij waren sprookjes altijd. Is about her? Yeah. Sprookjes waren altijd twee versies. De normale versie, waarmee zeg maar het originele versie, die ging was altijd een beetje duister. En dan de kinderversie. En volgens mij is dit dan de originele versie. Why is she in a het is ook echt een Duits geschreven, dat klopt ook. Want inderdaad, die sprookjes zijn ook Duits. She's in a deep sleep, but they think she's dead. What's it mean? Why mark the page where she's sleeping? The bad match is obsessed with that. Ik denk? Nee, helemaal niet. Oh ja, wel. I think he made up the bed to match the coffin in the picture. Ja. Flowers too. He'd have had Lily lie down just like this. Want die bloemtjes? In the story, that's when someone comes to kiss her. That's our Mr. Smith. This is creepy. The coffin and the weird fixation on Snow. What the hell is wrong with this guy? Sowieso, het is die prins van Sneeuwwitje. Kunnen we nog iets anders doen of zo? Nee. Oké. Wat hebben we nog meer? We hebben een ashtray. God. Hij rookt blijkbaar. It's a huff and puff. Ah, oké. I thought you were the only one who smoked that crap. Hey. Huff and puff is goede shit. Misschien ben ik het wel gewoon. He brought wine. Classy. Wat een romantische kerel. Kunnen we eens afspelen? For my arrival. Hij heeft nog zelfs muziek erbij geregeld ook. Holy shit. Wat? Oké, wat de fuck is hier in de kast? Een jurk. Oh, hij heeft alles nagemaakt. What the fuck? Ja, goeie seks. No, she must have been wearing it. He killed her and then he took it back off. Nee, natuurlijk niet. Ja, kan wel. Misschien als clues. It must have been torn some other time. What are you thinking? Die lijst is rough, kan ik ook zeggen. Ja, dit is dezelfde jurk inderdaad. I think Smith was dressing Lily up in it to recreate the snow from the book. Ja, het is gewoon één op één. It's the same dress. Dat is ook echt. Het klopt. Ja, klopt. Oh, klopt. Poor girl. She couldn't have known. Daar komt iemand aan. She probably just needed the money. She could have been anyone. Oh, nee. This is a beast. How did she wind up here? Wow. I mean, not exactly here, but just how does a person? Georgie took advantage of her when she was in trouble. He's a real Ja, het is een bitch, die Georgie. Yeah. Zoals ik even nadenken over die vragen en dan die antwoorden en shit, maar... She must have been so scared. Wat is dit? Apple? Oh, de appel, de verboden appel. Something? No. Just apple. Apple. Huh. Nice, orange. Orange! No, there's more? What? Het is die appel natuurlijk, hè, die dodelijke appel. It's got a single bite. Sommige antwoorden zijn zo stom.
Sommige anderen zijn zo obvious. Het gaat gewoon over haar dingetje. It wasn't. I'd have smelled that. I think it's just a prop. It's here because they were acting out the scene in the. Ja, roleplay, jongens. Dat is voor de oudere mens onder ons, voor de ouders die niet meer zo'n leuk seksleven hebben. Oh, dan gaan ze maar roleplay doen. I can see the whole picture now. It all goes together like you said. Zij is zo'n Captain Obvious. Oh, ja, ik snap je nu al. And recreated the whole story from the book with the apple and the deep sleep and everything. You're a better detective than I thought you'd be. Ja, ik ben slim, hè? So he planned it all out. Ik ben fucking slim. He had all the details noted down. Fucking slim. Then when it comes time to kiss her and wake her up. Maar hij maakte haar dood. Dat klopt niet helemaal. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Ach ja. Heftige opnames. Heftige op... Oh, een briefje. What the fuck? Wat is dit? Ik ben benieuwd. Wat staat er op... Oh, wauw. Een foto van Sneeuwtje. Holy shit. What the hell? Toch niet allemaal? Jawel, waarschijnlijk wel. Ah, dat zijn de toekomstige... I'm in this one. Was taken last winter. Oh no, Bigby. This kind of stalking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this firsthand. Hij wil ons ook neuken. Closer and closer. His stand-in for Snow is gone now, so. The next step closer. Wie is de volgende? Dat is sowieso zij. What is it? It's Crane. What the fuck? 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 Holy shit. Dat was echt nasty, hoor. Met zijn hand tussen de benen. Vieze oude man. Godverdomme. Damn. Damn, son. What? 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 My fuck. Good. I am dying to get my hands on that. Disgusting weasel! Holy shit, jongens. Holy fuck, what the hell? What the hell? Oké, laten we even afkijken dit. En dan ga ik even iets zeggen. Really starting to like you, sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Wat doe jij daar nou weer? Hallo, Bigby. Ah, oh, god, de shotgun. Take care of it, Bigby. I'll take care of it for you. Zo, ze is wel een beetje badass. Ja, zou ik ook zijn als ik dat foto's tegenkom. Christ, Bigby. Is that you? Whoa, fool wolf. Yep, that's me. Hi. Oké, jongens. Voordat we dit gaan doornemen, even kort. Iemand had een serieuze keer comment al met... Het is Crane. Daar kom je pas later achter. Maar ik dacht altijd van... Nee, dat kan helemaal niet. Die tweede aflevering is nog helemaal niet uit en shit. Hou gewoon je back. Maar het is dus serieus, tenminste, het is voorlopig, is het Crane. Maar, we weten het niet, hè? Dus, damn, dat is wel echt nasty. Gewoon echt fucking nasty. Ik gewoon van, oké, my childhood. In ieder geval, dat betekent dat we voorlopig even klaar zijn met de Wolvermangers. En dat betekent ook dat ik helaas momenteel even klaar ben sowieso met de Wolvermangers gameplay. Dat komt omdat ik, als jullie waarschijnlijk, nou dit zien jullie dan woensdag... Ik ben zondag ga ik weg. Ga ik vliegen naar New York toe. Ik ga 9 weken ga ik hoe zeg je het? Ja, ik ga gewoon daar op een school een beetje internationale shit doen en zo. Een beetje Engels leren, een beetje New York verkennen en zo. Dus dat betekent dat ik helaas niet de serie verder kan spelen als een nieuwe deel uitkomt. Ik weet ook niet wanneer die uitkomt hoor. Ik denk ergens rond eind maart of zo, begin april. In ieder geval, dat betekent dat... Als ik terugkom, 16 mei is dat, dan kan ik hem zeker weer verder spelen als jullie dat leuk vinden. Vind je het nou een goed idee, laat dan even een like achter. Dan weet ik dat, dan is het gewoon duidelijk dat je het tof vindt. Ik probeer nog verder gewoon video's te maken voor Boyantown in New York. Het worden dan waarschijnlijk een beetje lifestyle dingen. Nou ja, goed, het is naar New York. Het is best wel tof natuurlijk om daar video's te maken. En ja, ik bedank jullie voor het kijken. Het waren 14 hele toffe afleveringen. Ik vond het echt leuk. Ik vond het ook leuk om te zien wat jullie ervan vinden. En ja, goed. Ik zou zeggen, als je het spel tof vindt, download het ook zelf op Steam. Je kan natuurlijk je eigen pad opgaan en zelf kiezen wat voor keuzes je maakt. En dan
denk ik dat het dat wel een beetje is. Laten we nog even snel hierheen kijken. Even kijken. Nou. Ja, goed. Ik boeit me nooit zoveel hoeveel shit hier allemaal staat. Ja, nou, het is niet zo boeiend. In ieder geval, ik ben sowieso wel benieuwd naar episode 3. Het lijkt me sowieso wel fucking vet. En het is van mij is eigenlijk de laatste, denk ik, misschien. Of van de 4 ook nog wel. Ik weet het niet, in ieder geval. Of een nieuwe episode ooit op Bangertown komt, weet ik niet. Maar hou vooral je ogen open. Ik weet dat er onwijs veel nieuwe video's komen. Ik hoop echt dat ik dingen kan uploaden in New York. En ik ga jullie wel een beetje missen. Ik ben gelukkig wel bij The Gathering weer terug, dus dat is tof. En dan denk ik dat ik met deze video weer goed vol heb geluld. Nou, iedereen, alle trouwe kijkers van deze serie, onwijs bedankt. Jullie zijn super tof. En jullie zullen me vast nog wel echt wel op Bangertown zien bij verschillende items. Maar even voorlopig niet meer mijn eigen serie. Dus ik zou zeggen, Yuri Moyman, dismissed. Later.